Vlissingen de volgende keer. Mijn zuster had een goede baan op een privékantoor. En deze baan beviel haar best, daar had ik heel gauw door. Haar baas een knappe jonge vent, zij luistert best alleen. Zoals jij het in je vingers hebt, zo heeft het er niet één. Want ze hielp haar baas. Ze bleef de hele middag bij mijn zuster op kantoor. Maar die had de zaak goed in de hand en die ging rustig door. Want ze hielp haar baas. Als die biesten. Ze hielp haar baas. Als die biesten, was ze altijd bij de hand. Zijn vrouw werd vreselijk jaloers wanneer haar man haar zei. Die leent bij mij op het kantoor, die is zo'n steun voor mij. Ze neemt me heel veel uit de hand en raakt nooit van de kook. Toen zei zijn vrouw, ontsla er maar, wat zij kan ik ook. Toen hielp zijn vrouw. Als die biesten. Toen hielp zijn vrouw. Als die beesten, ze hield de zaakjes zelf liever in de hand. Toen hielp zijn vrouw. Als die beesten, toen hielp zijn vrouw. Als die beesten, ze hield de zaakjes zelf liever in de hand. Ze hield de zaakjes zelf liever in de hand.